In de oude bistebrokjesfabriek Teling in Veenwouden is manje te mannen brand ontstien. De brandwacht schaalde al gauw op naar het zijn grutte brand, waarop een soort bluswijn uit de regio te plak kwam. We zijn eerst start met van boet naar de brand te bestrijden. We konden op dat moment nog net naar binnen. Intussen proberen we nu van verschillende kanten om binnen in het pand te komen en daar bij de brandhaard te komen. Jan Nijboer wennet achter de oude fabriek. En vernam van de morgen dat er al gauw wat mis wier. We waren wekker van al die brandweerauto's. En ze rieden bij ons zo'n beetje del. En voordat deed de sirenes boel uit. Dat doe ik het in de gaten, dat nij bij wier. Dat gedienen jippen. En van de sleepkamer, ja, dat zagen we dus. De grote zwarte reekwolken. De zwarte reekwolken wien in de wierde omkrieten te sjen. En daarom gieden vanuit de meldkamer een waarschuwing uit. Reek is altijd gevaarlijk. Daarom hebben we een hele alert verstuurd van de morgen. Toen wierde reek nog wel dikker en zwarter. Maar der jonker dier, die altijd schadelijke reek, is er op dit moment geen aanleiding om te verwachten dat er nog andere schadelijke stoffen in de reek zitten. De fabriek die al hier leeg staat, is voor meerdere omwenners een stiekel in de voet. Ik denk dat er meer binnen die ze van het Meijerrek bewaai. Waar leidt dat ook correct aan? Nou, vind je het mooi, zo'n raar gebouw? Vlak achter het huis. Ik leer wat mooi in ijs gewoon. De brand wie na zo'n 2 uren onder controle. Nijboer had wel een vermoeden over hoe de brand ontstaan is. Ik zou dat de brandstichting is een van de oorzaken wat wij ze kennen en broei. Want er leidt wel een protorat, zou je nog in haak begrepen. Is er al iets te zeggen over een oorzaak? Nee, daar is op dit moment nog niks voor bekend. Uw prioriteit leidt eigenlijk al bij het bestrijden van de brand. En letterlijk zal uw onderzoek blikken met of er iets over de oorzaak te vinden is.